Mijn naam is Simon November en dit is Test Talks. Vandaag hebben wij ons laten fischen om jou beter te beschermen. Zijn Solid Shampoo Bars beter voor het milieu en beter voor je portemonnee? Moet ik een nieuwe stofzuiger kopen als ik energie wil besparen? Moet ik mijn belastingsbrief nu al invullen? En bestaat er zoiets als gezonde supermarktpizza's? Wij zochten het uit. Je hebt zeker al wel eens een phishing mail of sms gekregen, maar je hebt je niet laten vangen? Heel goed. Wij wel. Voor één keer dan. Gewoon om te weten hoe het phishingproces precies in elkaar zit, om jou beter te kunnen waarschuwen. Onze privacy-expert Maarten is er komen bijzitten. Maarten, hallo. Vertel eens, hoe ben je precies te werk gegaan? Wel, ik heb een rekening geopend bij ING en daar dan geld op gezet en gewacht. Gewacht, want phishers komen altijd. Ja, zeker de laatste maanden zijn heel veel phishingpogingen geweest. En ik kreeg dus een aantal weken geleden een sms-bericht dat afkomstig leek van It's Me. Okay. Blijkbaar had iemand geprobeerd om in te loggen op mijn account en daardoor was die geblokkeerd. Zo gezegd? Zo gezegd. De phisher wil mij natuurlijk doen geloven dat dat effectief gebeurd is. Okay. En dat ik actie moet ondernemen en hij wil me dus op de link laten klikken. Nu, als we daarnaar kijken, dan ziet hij er eigenlijk al verdacht uit. Dus voor It's Me zouden we normaal iets verwachten als www.itsme.be. En dat zien we hier niet. We zien hier eerst die hulplijn en dan nog een punt tussen It's en Me. Dus dat is toch een beetje raar. En misschien ook, It's Me zal nooit een sms sturen. Nee, It's Me zal dat eigenlijk zelf nooit doen als iemand anders geprobeerd heeft om in te loggen in uw account. Maar we gingen natuurlijk mee in wat de phisher wil, dus klikken op de link. Ja, dus we hebben geklikt en we kwamen toen terecht op een pagina die er wel geloofwaardig uitziet. Ja, absoluut. Ja. De bedoeling is hier om je bank te kiezen, dus ik heb toen ING geselecteerd, want daar had ik een rekening geopend. Natuurlijk moet je afvragen waarom zou It's Me op dat moment naar je bankomgeving sturen. Uiteindelijk ging het om het deblokkeren van je It's Me-account, dus dat is toch een beetje vreemd. Oké, absoluut. Ja. Maar goed, we hebben geklikt op ING. Ja. En we kwamen uit op een pagina die er opnieuw geloofwaardig uitziet. En hier wordt het echt gevaarlijk. Want hier is de phisher eigenlijk op zoek naar al mijn rekeninggegevens. Dus mijn bankkaartnummer, mijn ING en ID in dit geval, mijn pincode en dan nog zo van die extra codes, een responscode en een challenge en dergelijke. En als hij die gegevens heeft, dan is het game over. Dan heeft hij eigenlijk onmiddellijk toegang tot mijn bankaccount. Maar zover is het dan niet gekomen? Nee, gelukkig niet. Want nadat ik al die gegevens had doorgegeven, stuurde ING mij verschillende e-mails en sms-berichten met de melding dat iemand mijn ING-app had geïnstalleerd. Want dat was die phisher dus blijkbaar aan het doen, mijn ING-app op een ander toestel installeren. Maar die sms die je van ING had gekregen, dat was wel een echte sms, phishing dus. Geen phishing, dat was een echte sms die mij wilde waarschuwen dat er iets aan het gebeuren was. Wat heb je dan gedaan na die sms? Ja, ik heb toen contact opgenomen met Cardstop, want dat wordt ook aangeraden om mijn kaartnummer te blokkeren, zodat er geen geld van mijn rekeningen kon gestolen worden. Oef. Gelukkig niets gebeurd, inderdaad. Ja. Helaas loopt het in de praktijk heel vaak niet goed af. We zien hele grote financiële drama's binnenkomen. Mensen die heel hun spaargeld in rook zien opgaan. Als zoiets gebeurt, dan is de bank zelden geneigd om consumenten te gaan compenseren. Maar wij gaan een aantal dossiers voor de rechter brengen in de hoop de banken op andere gedachten te brengen. We hebben ook een aantal tips geformuleerd die je kan nalezen op testaankoop.be/phishing. Neem zeker een kijkje. Fabrikanten willen je graag doen geloven dat je best kiest voor een nieuwe stofzuiger om zo ook beter te doen voor het milieu. Wel, dat klopt eigenlijk niet. 92% van de totale milieu-impact van zo'n stofzuiger vindt plaats voor de consument er zijn tapijt mee aan het stofzuigen is. Dat is dan het ontginnen van de materialen, de productie van de stofzuiger en het transport ervan naar Europa. Al die dingen samen zorgen bijna voor de totale milieu-impact. De impact die jij als consument hebt, is dus vrij beperkt. Om goed te doen voor het milieu, gebruik je dus best je stofzuiger zo lang mogelijk. Dat doe je door een kwalitatief exemplaar te kiezen. En als het dan finaal toch stuk zou gaan, dat je het ook laat herstellen in plaats van het naar het containerpark te brengen.
Testaankoop probeert fabrikanten te overtuigen om robuustere toestellen te maken. Toestellen die heel lang meegaan, want dat is het beste voor het milieu. En als ze toch kapot zouden gaan, dat ze op zijn minst makkelijk herstelbaar zijn. Dat betekent geen vastgelijmde onderdelen of van die speciale vijfjes die de reparatie bemoeilijken. Je hebt er misschien al wel eens reclame voor gezien, Solid Shampoo Bars. Dat is eigenlijk shampoo, maar het ziet eruit zoals een klassieke zeep die je op het toilet hebt liggen of eventueel in de badkamer. Wij hebben die dingen getest, 13 stuks in totaal, een aantal goedkope merken, maar ook een aantal duurdere. En we zijn eens nagegaan of de claims die eraan verbonden worden, of die wel kloppen. Anne is er komen bij zitten. Dag Anne. Hallo. Jij bent onze gezondheidsexperte. Vertel eens, hoe moet je dat eigenlijk gebruiken, zo'n zeep in vaste vorm? Ja, wel, eigenlijk moet je dat gebruiken als een gewone vloeibare shampoo. Je moet gewoon zorgen dat het nat wordt gemaakt en dat je het op je haar kan aanbrengen en dan gewoon je haar wassen. Belangrijk is, als je ermee klaar bent, dat je dat op een zeephoudertje plaatst ofwel in een doosje apart, afgesloten, zodat het niet onderhevig is aan druppels van de douche. De marketing van die producten die wil ons eigenlijk 3 dingen doen geloven. 1, dat ze langer meegaan dan een klassieke shampoo in een plastic fles. 2, dat ze goedkoper zijn. En 3, dat ze beter zijn voor het milieu. Laat ons eens beginnen met die eerste claim. Gaan die vaste shampoos langer mee dan een klassieke shampoo? Nee, dat is eigenlijk helaas een verkoopspraatje. Op de verpakkingen vind je vaak terug dat zo 1 solid shampoo bar overeenkomt met 2 flessen vloeibare shampoo. Maar dat klopt dus niet. Namelijk 5 van de 13 doen het net iets meer dan 1 fles. En de rest doet het evenveel of zelfs minder. Minder, oké. Ja, de tweede claim dan. Kan ik besparen als ik zo'n vaste shampoo koop? Ook dat hebben we nagekeken. We hebben namelijk de prijs bekeken van de vaste shampoos ten opzichte van de vloeibare shampoos binnen hetzelfde merk. En wat blijkt, dat de meeste wel 2 keer zo duur zijn. En zelfs eentje is 4 keer zo duur. Oké, dus ook al duurder. Blijft nog over, beter voor het milieu. Zijn die dingen beter voor het milieu? Ja, dat is het wel. Omdat zo'n vaste shampoobar eigenlijk tijdens de productie weinig water nodig heeft, dus dat is al beter. Ze zijn ook veel compacter, waardoor ze gemakkelijker zijn in het transport. Ze bevatten eigenlijk bijna geen of zelfs minder bewaarmiddelen, wat ook goed is dat je minder vervuilende producten in het milieu. Ze zijn verpakt in een kartonnen verpakking, wat ook beter is dan de vloeibare shampoos. Dus het is ook zo dat eigenlijk in die test van die 13 shampoos er zelfs 4 het green label eco en efficiënt hebben gekregen bij Test & Co. Wat voor een label is dat eigenlijk? Wel, dat is eigenlijk een label dat je krijgt als je een product hebt dat kwalitatief zeer goed is, maar ook voor het milieu zeer goed is. Oké. Maar 1 ding moet ik wel zeggen. Het is een milieuvriendelijk product, maar als je eigenlijk heel lang onder douche staat, dan ga je natuurlijk wel veel water verspillen, wat ook niet goed is voor het milieu. Dan doe je dat teniet, dat effect. Samengevat, wil je besparen, dan zijn die vaste shampoos geen goed idee. Wil je daarentegen goed doen voor het milieu, dan kan je ze zeker wel overwegen. Wil je alle resultaten van onze test eens rustig nalezen, klik dan op deze link. We gaan er helaas ook dit jaar niet aan ontsnappen, de jaarlijkse belastingbrief. En daarom is Geert er komen bij zitten. Geert is onze fiscaal expert. Dag Geert, welkom. Goedemiddag. Ik kijk elke dag in mijn brievenbus en ik heb nog altijd geen bruine enveloppen zien binnenkomen. Is er dan een probleem? Moet ik mij zorgen maken? Nee, dat is niet abnormaal. Als je vorig jaar je aangifte online hebt ingevuld of een elektronisch voorstel van de fiscus hebt ontvangen, dan is het eigenlijk logisch dat je geen papieren versie meer ontvangt. De fiscus wil ook stilaan afstappen van die papieren aangiften. De online aangiften die zijn nu wel al consulteerbaar in TaxOnWeb. Ik krijg wel al heel veel van die fiscale attesten toegestuurd per post of per mail. Ja, wat moet ik daar eigenlijk mee doen? Wel, sommige van die attesten zijn reeds overgenomen in uw aangifte of in het voorstel. Ik denk bijvoorbeeld aan dienstenchecks of pensioensparen. Uh-huh. Andere zaken, zoals de kinderopvang, de vrijstelling van dividenden of je leningsgegevens, die zijn nog niet ingevuld vaak en die zal je dan zelf nog moeten invullen.
Doe je de papieren aangifte, dan moet je uiteraard alles zelf aangeven. En wat zijn eigenlijk de deadlines die ik moet respecteren om mijn belastingsbrief in te dienen? Wel, voor de papieren aangifte is dat 30 juni. En voor de online aangifte is dat 15 juli. Oké. Kan ik al een soort simulatie maken zonder alles in één keer door te sturen? Ja, je kan eigenlijk vrij je aangifte consulteren in Texon Web en daar wijzigingen in aanbrengen, simulaties, berekeningen mee maken, zoveel je maar wil, ja. Zolang je eigenlijk de aangifte niet officieel indient. We krijgen elk jaar heel wat vragen over de belastingen, klassiek rond deze periode van het jaar. Is er een hulpmiddel dat we kunnen aanbieden om ervoor te zorgen dat mensen vooral niet te veel betalen? Wel ja, in onze belastinggids bieden we eigenlijk tal van tips over het correct invullen van de aangifte, maar ook hoe je bepaalde belastingvoordelen moet aanvragen en hoe je bijvoorbeeld de werkelijke beroepskosten inbrengt. En hoe je vooral niet te veel betaalt. Voilà. Je hebt het gehoord, we hebben dus opnieuw naar goede jaarlijkse gewoonte een belastinggids. Je kan die gratis en voor niks aanvragen via het nummer 0800 50 450. Gezonde supermarktpizza's, geloof het of niet, maar ze bestaan. Wij hebben de test gedaan. Of beter, Nathalie, onze gezondheidsexperte, heeft de test gedaan. Wij hebben 65 exemplaren gecontroleerd, als ik me niet vergis. Hoeveel gezonde pizza's waren er dan bij? Wel, we hebben er 4 gevonden en die was betrekkelijk gezond kunnen beschouwen. En 7 die Nutri-score A behaalden. Maar een gezonde pizza, hey, wat moet ik daarbij voorstellen? Wel, daar ligt niet te veel kaas op. Niet te veel bewerkt vlees, of best geen bewerkt vlees. Niet te veel vet, niet te veel zout, veel groentjes en je eet er ook best niet te veel van. Maar laten we nu eerlijk zijn, dat klinkt nu toch niet als de gemiddelde pizza die je in de supermarkt kan vinden. Nee, dat is ook niet zo. Het vetgehalte van die pizza's ligt gemiddeld hoger dan de aanbevolen hoeveelheid. 4 op 5 is te vet. Ze bevatten ook vaak te veel zout, te veel vlees, te weinig groente en zijn niet volkoren. En zout is het grootste werkpuntje. Er moet echt wel minder zout in die kant-en-klare pizza's. Maar zo'n pizza, ja, dat eten we toch uitzonderlijk. Oké, dat is vet, dat is zout, maar dat is toch geen dagelijkse maaltijd? Ja, dat klopt voor sommigen inderdaad. Maar sommige mensen zien het ook soms echt als een volwaardige warme maaltijd. En dat kan ook, maar dan moet je gewoon kiezen voor een gezonder alternatief. Maar er zijn gezonde alternatieven, dat weten we al. Maar toch maar een handjevol. Ja, maar je kan best ook nog andere keuzes maken. En zo is een diepvriespizza ook altijd een goede optie, omdat die doorgaans iets minder rijkelijk belegd zijn, daardoor iets gezonder. En ze bevatten ook minder additieven en minder schadelijke additieven. En je kan eigenlijk ook altijd kiezen voor een pizza margarita, omdat je die kan combineren met een salade of met er zelf extra groentjes op te leggen, voordat je hem in de oven steekt. Maar wat moet je best zeker mijden, zijn de pizza's met ham of de pizza's met 4 kazen, en die zijn eigenlijk het minst gezond. Oké, gezonder bestaat dus, maar heel belangrijk, ja, zijn ze ook smaakvol? Ja, we hebben de pizza's laten testen door een consumentenpanel en eigenlijk waren alle 4 de pizza's, die gezondere pizza's, echt goed van smaak. Je hebt mij bijna helemaal overtuigd, Nathalie. Nog één ding, hoe zit het eigenlijk met de prijs? Wel, de prijs is eigenlijk ook schappelijk. De pizza's zijn iets duurder dan een andere pizza, maar je kan ze eigenlijk al vinden voor 2,5 tot 4,5 euro. Dat valt goed mee. Misschien nog een laatste vraag. Kan ik ook zelf een gezonde pizza maken? Ja, dat kan je zeker ook. En dat is zeker even gemakkelijk dan een ongezonde pizza maken. Je begint gewoon best met volkorenmeel of een kant-en-klare volkorendeeg uit de supermarkt. En dan beleg je die met niet te veel kaas, bij voorkeur met light kaas en ook met veel, veel groenten. Wil jij weten welke pizza's echt gezond zijn? Neem dan zeker eens een kijkje op onze koopwijzer op testaankoop.be.